De Tweede Kamer benoemt vandaag een informateur. Eerste taak scherven ruimen nadat fractievoorzitters massaal inhakten op Rutte en coalitiegenoot Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hem zelfs de rug toekeerde. Vooral dat was een forse klap. Te fors, vindt politiek zwaargewicht Frits Bolkestein. Nou ja, als de heer Segers dat niet wil, dan staat dat aan hem. Het is natuurlijk een heel kleine partij. Ik denk niet dat de heer Rutte hierdoor verstoord zal zijn. Het staat aan Segers. Als hij wel wil, dan is hij welkom. Als hij niet wil, dan wordt er geen traan omgelaten. Ieder lid van de Tweede Kamer heeft recht van spreken. Maar sommigen hebben meer recht dan anderen. En dus ik zie dat in perspectief. De heer Segers vertegenwoordigt een kleine partij. De VVD is de grootste partij. Niet alleen Bolkestein, ook andere prominenten spreken zich nou uit en roeren zich om Rutte te steunen. Niet alleen van de VVD, ook van het CDA hoorden we net al van Nicky. Wat zegt jou dit? Nou, dit is natuurlijk een heel belangrijke statement van Bolkestein. Elk woord vlijmscherp. En je ziet dat alle VVD'ers ook uiteraard om Rutte gaan staan. Aan de andere kant, CDA's, we hebben ze net gezien, ja, toch wat anders in de wedstrijd dan Hoekstra. En bij D66, want laten we niet vergeten, al die partijen, dus ook ChristenUnie, hebben de afgelopen 4 jaar gewoon meegedaan. Ook als het gaat met toeslagenaffaire, heb je 2 staatssecretarissen gehad van D66, die ook constant met het zwarte potlood in die stukken hebben zitten krassen. En als je kijkt naar Bob van den Bos, dat is een oud Kamerlid, een oud Europarlementariër, die heeft zware kritiek, die hekelt eigenlijk ook mevrouw Kaag in een aantal columns op Facebook. En daar zullen ook ongetwijfeld ook nog allerlei verschillen gaan ontstaan in de achterbannen. Want tot nu toe horen we dus inderdaad prominenten van VVD, CDA, maar weinig nog van D66. Komt dat nog? Nou ja, kijk, mevrouw Ollongren is natuurlijk afgebrand door Kaag. Want als Rutte zou hebben gelogen, dan heeft mevrouw Ollongren ook gelogen. Hm. Dat is natuurlijk merkwaardig. Maar het beste is om vandaag, het is dinsdag na Pasen, niet terugkijken, vooruitkijken. Kijken wat de komende 9 maanden wel kan. Ga naar een oplossing. Ja, maar jij hebt ook jarenlang heb je daar rondgelopen. Als je dus zeg maar naar het karakter van een politicus kijkt, denk je dat dat makkelijk gaat, over die schaduw heen stappen? Nou, de komende dagen niet, want ze staan, zoals jij zegt, ook in de verkiezingsmodus. Maar de woorden van Bolkestein, dat is iemand die van het dualisme is. Mm-hmm. Die zeg maar in de Tweede Kamer tussen, wat was het, 94 en 98, heeft hij keihard getrokken aan De macht van de Tweede Kamer door zeg maar kritisch het kabinet te benaderen. Als deze man, 88 jaar, hij was zaterdagjarig, als deze man zegt Rutte kan door, dan heeft hij die afweging ook gemaakt dat het verstandig is dat Rutte zou kunnen doorgaan. Maar ik vind dat ook de VVD, als het gaat om die corona-oplossing, zou ook moeten denken van luister eens, dit land moet verder, stap uit je eigen schaduw. En ga er gewoon voor. Zorg dat de mensen in het land begrijpen dat we verder moeten. Ja. En dan zegt u dus nationaal kabinet. Dat is dus iets anders dan een zakenkabinet. Leg uit. Nou kijk, een zakenkabinet kun je zeggen, dat zijn allemaal zakenmensen of mensen van buiten de politiek. Ik denk dat het heel goed is als er een programmaakkoord gaat komen. Dus geen regeerakkoord, maar een programmaakkoord. Met name gericht op economisch en maatschappelijk herstel en ons bevrijden van deze coronacrisis. En het zou ook heel goed zijn dat dit kabinet op korte termijn, demissionair, wordt vervangen door een nieuw kabinet met nieuwe energie en met name rond het blok zorg door nieuwe mensen. Je kunt alles van Hugo de Jonge zeggen, maar het is echt nodig. Kijk naar de column van Marcel Levy afgelopen zaterdag in het Parool, waar zeg maar het hele vaccinatiebeleid met de grond wordt aangeveegd. Er moet wat gebeuren. Maar wordt dat dan wel onder leiding van Rutte? Of gaan ze ondertussen dan achter de schermen doorpraten om tot een definitief kabinet te komen? Hoe zie je dat? Het kan zelfs in het voordeel van de VVD zijn om even een adempauze in te lassen. En dat je in zo'n tussenkabinet, kijk wat er in België is gebeurd. Dat is ook een soort coronakabinet geweest. Dat je dit pad gaat bewandelen. Want iedereen moet nu even water bij de wijn doen. En blijf niet hangen in die verkiezingsmodus. Kijk naar een oplossing. Tussenkabinet, Willem, goed idee? Nou, het is op zich een goed idee. Maar ik denk wel dat mensen dronken zijn nog van geluk. Een aantal partijen, D66 bijvoorbeeld, van de verkiezingsuitslag. Dat zullen ze niet zo gauw uitwissen. En weet je, we zijn een land van minderheden. Dus ik vind die hele grote persoonlijke belangen die nu al zo tellen, dat zou toch een beetje naar de achtergrond toe moeten. En
dadelijk krijgen we een kabinet van 6, 7, 8 partijen. Is dat iets wat we willen? Dus eerst vanuit de inhoud. Ik vind dat je daar wel een punt hebt, dat dat zou moeten gebeuren. Maar om er dan nog even dieper op in te gaan, wie zouden dat wat jou betreft dan, wie zouden daarin plaats moeten nemen? Waar denk je aan? Ik heb ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb hem ook gezien inderdaad. Levy staat erin. Ja, Marcel Levy. Vent, trouwens. Ja, natuurlijk. Maar ook kijk naar bijvoorbeeld Abu Taleb. Kijk naar Van Bokstel, heb ik ook genoemd. Maar ook bijvoorbeeld Rozemuller, als het gaat om het onderwijs. Er zijn echt mensen uit alle partijen. Misschien meneer Roemer ook. Misschien meneer Bruls. Die kunnen bijdragen aan een tijdelijke oplossing voor 9 maanden. En als het gaat om Rutte, kijk, de woorden van Bolkestein over dualisme. Ja, je kunt ook zeggen, ja, Rutte, ga voor een periode de Kamer in. En bewijs dat je ook dualistisch kan opereren. Iedereen moet even af van de gebaande paden. Maar dit idee is natuurlijk wel iets vaker ook geopperd, misschien dan in een andere vorm. Want jij zegt het is dus voor tijdelijk, voor de coronacrisis. Maar meestal is het idee dan toch dat het vaker wordt gezegd, maar niet uitgevoerd, dat het in de praktijk niet blijkt te werken. Maar is het dan nu, omdat het crisis is en omdat we in deze situatie zitten waarin iedereen toch elkaar de tent uitvecht en het vertrouwen geschaad is, dat het misschien nu wel het moment zou zijn? Nou, kijk, het grote verschil met is dat er 17 partijen zijn, dus sterk versplinterd. Hetzelfde situatie als in België, wat ik al zei. En dat we zeg maar de oude reflexen van de traditionele politieke partijen. Wat gebeurt er na de verkiezingen? Namelijk, we gaan met elkaar eeuwenlang praten, soms wel 200-300 dagen, over een nieuw kabinet. En daar hebben we helemaal de tijd niet voor. Dus vandaag worden die gesprekken gevoerd over een informateur. Ja, en morgen hebben we misschien een nieuwe Kamervoorzitter. Dus dat is ook... Haast is geboden. Dat is ook nog natuurlijk wat er misschien gaat gebeuren. Ja. Dus die informateur, die gaat er komen en die gaat gewoon afpellen. Die gaat kijken welke varianten er zijn. En die komt tot de conclusie dat het op korte termijn niet gaat werken. En dat ze er misschien dus moeten luisteren naar Jules Paradijs? En verkiezingen mogen er niet komen. Want het gaat nu om oplossingen. We gaan niet nog eens een keertje 2, 3 maanden campagne voeren.